Het onderwerp van deze yoga nidra meditatie is contact maken met je intuïtie, met je hogere zelf, die altijd heelt, vriendelijk is, wijsheid heeft en er altijd voor je is. Ga zo comfortabel mogelijk liggen. Kom helemaal aan in deze ruimte. Voel hoe je lichaam ligt op de vloer. Hoor de geluiden om je heen. En luister maar welke geluiden je allemaal hoort. Wat allemaal om jou heen aanwezig is. En luister eens naar het verste geluid wat je kunt waarnemen. En welke geluiden zijn wat dichterbij? Wat valt je dan op? En luister dan naar het geluid van je eigen ademhaling. En voel de ademhaling in je lichaam. Voel hoe je lichaam ruimer wordt bij de inademing, om de inademing volledig te ontvangen. En voel hoe je lichaam zich ontspant bij de uitademing. Bij elke inademing zeg jij ja tegen het leven. Ontvang je het leven. Neem je het leven. En bij elke uitademing laat je los wat je niet meer nodig hebt. En ontspan je lichaam dieper. En dieper. Bij elke uitademing ontspan je dieper en dieper en dieper. En maak in gedachten contact met het lichtpunt in het midden van je borstkas. Jouw goddelijke vonk. Jouw kern. Jouw bron.
En bij de inademing wordt dat lichtpunt groter en groter. En vormt een bal om jou heen. Een bal van licht. Dit is jouw energieveld. Jouw lichaam en jouw ziel wonen in jouw hogere zelf. Wonen in dit energieveld. En jouw energieveld staat altijd in contact met de bron van levenskracht en levensenergie, die altijd door jou om jou heen stroomt. Via de ademhaling. Elke inademing is het inademen van het leven en inspiratie. Dit is altijd aanwezig. Dit is altijd aanwezig geweest en zal altijd aanwezig blijven. De levensenergie geeft jou het leven. En jij geeft daar betekenis aan. En voel in je hart hoe jij nu betekenis aan jouw leven wil geven. Wat of wie maakt jouw leven betekenisvoller? Wat heb jij te geven en te delen, waardoor het leven betekenisvoller wordt? Wat is jouw wens en verlangen? Hoe wordt jouw leven beter dan dit? En herhaal deze wens, dit verlangen.
3 keer in de tegenwoordige tijd. Terwijl je inademt door je hart en uitademt door je hart. Jouw wens is nu als een zaadje die geplant is in de vruchtbare aarde van jouw hart. En vertrouw erop dat dit zaadje vanzelf zal groeien. Want dat is wat zaadjes doen. En terwijl dat zaadje alle tijd krijgt om in zijn eigen tempo te groeien, volg je mijn stem en ga je met je bewustzijn naar de lichaamsdelen die ik opnoem. Ga met je aandacht naar je rechterhand. Voel je rechterhand. De binnenkant van je rechterhand, de buitenkant van je rechterhand. Voel je rechterduim, je rechterwijsvinger, je rechtermiddelvinger, je rechterringvinger. Je rechterpink. Voel je rechterpols. Voel je rechteronderarm. Rechter elleboog. Rechter bovenarm. Rechter schouder. En voel je hele rechterarm. Voel je rechteroor. Voel de achterkant van je hoofd. Voel je linkeroor. Voel de bovenkant van je hoofd. Voel je voorhoofd. Voel je rechteroog. Je linkeroog. Je neus. Je rechterwang. Je linkerwang. Je lippen. Je tanden. Je tong, de binnenkant van je rechterwang, de binnenkant van je linkerwang. Voel je kaken, je kin. Voel je hele hoofd.
Voel je hals, je nek. Voel je linkerschouder, je linkerbovenarm. Je linker elleboog, linker onderarm, linker pols, de binnenkant van je linkerhand, de buitenkant van je linkerhand, je linker duim. Linker wijsvinger, linker middenvinger, linker ringvinger, linker pink. Voel je hele linkerhand, voel je hele linkerarm. Voel je rechter sleutelbeen, je linker sleutelbeen. Voel je ribbenkast. Voel je longen, je hart. Voel je maag. Je buik. Voel je onderrug. Het midden van je rug. De bovenkant van je rug. En voel je hele bovenlichaam tegelijkertijd. Voel je rechterheup, je rechterbil. Je bovenbeen, je rechterknie. Je rechter onderbeen, je rechter enkel, de onderkant van je rechtervoet, de bovenkant van je rechtervoet, je rechter grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, vijfde teen. Voel je hele rechtervoet. Voel je hele rechterbeen. Voel je bekkenbodem. Voel je linkerbil. Je linkerheup. Je linkerbovenbeen. Linker knie, linker onderbeen, linker enkel, de onderkant van je linkervoet, de bovenkant van je linkervoet, voel je linker grote teen, tweede teen, derde teen, vierde teen, kleine teen. Voel je hele linkervoet. Voel je hele linkerbeen. Voel de hele linkerkant van je lichaam. Voel de hele rechterkant van je lichaam.
Voel je hele lichaam tegelijkertijd. En bij de volgende uitademing laat je je lichaam nog wat zwaarder worden. En bij elke uitademing zak je nog wat verder in de mat, in de vloer. Elke uitademing. Nog wat dieper, nog wat meer. En bij de volgende inademing laat je je lichaam heel licht voelen, als een wolk aan de hemel. En bij de volgende inademing wordt je lichaam nog wat lichter. En nog wat lichter. Alsof je zweeft. En voel dan die zwaarte. En die lichtheid tegelijkertijd. Zwaar en licht tegelijkertijd. En dan laat je dit weer los. En bij de volgende inademing kijk je van bovenaf naar jouw lichaam. Bij de inademing kijk je naar jouw lichaam, hoe je ligt in deze ruimte. En bij de uitademing bekijk je je lichaam vanaf de onderkant. Bij elke uitademing zie jij de onderkant van jouw lichaam, hoe je ligt op de vloer. En dan zie jij je lichaam van bovenaf en van onderaf tegelijkertijd. En dan laat je ook dit weer los. En dan ga je met je aandacht naar een plek in het midden van je hoofd. En terwijl je met je aandacht in het midden van je hoofd bent, tel je van 10 naar 0. En op elke uitademing ga je één tel naar beneden. En we beginnen bij 10. De volgende uitademing is 9. En ga zo door totdat je bij 0 bent aangekomen. En als je de tel kwijtraakt, begin je opnieuw.
En als je klaar bent, begin je opnieuw. 7. En ga verder. En bij de volgende uitademing tel je tot 0. En bij 0 aangekomen, verschijnt er in het midden van je hoofd een poort. En die poort staat op een kier. En er stroomt licht door die poort. En je stapt die poort binnen. En je komt in een prachtig landschap terecht. En je loopt door dit landschap. Kijk naar de kleuren om je heen, het spel van licht en schaduw. Hoor alle geluiden die hier aanwezig zijn. De verschillende tonen en klanken. En voel de temperatuur van de omgeving die heel aangenaam is. En je voelt je voeten op de vloer, op de grond. En je voelt je helemaal veilig en op je gemak in dit prachtige landschap. En kies een plekje waar jij kan gaan zitten. En terwijl je zit, geniet je van deze prachtige omgeving. En voel hoe je ontspant en helemaal tot rust komt. Dan verschijnt in je ooghoeken een prachtig helder licht. En als je wat beter kijkt, dan zie je in dit licht een gestalte. En die gestalte die komt dichterbij.
Dit is jouw hogere zelf. En jouw hogere zelf komt bij je zitten. En kijk jouw hogere zelf in de ogen. En jouw hogere zelf kijkt terug in jouw ogen. In wezen zijn jullie één. Samen ben je heel en compleet. Jouw hogere zelf is het deel in jou. Wat beschikt over alle wijsheid van het hele universum. En die wijsheid die staat volledig tot jouw beschikking. En wat zou jij nu jouw hogere zelf willen vragen? En stel die vraag op jouw manier. En wacht op het antwoord. Je krijgt altijd antwoord vanuit de wijsheid die jouw hogere zelf is. En dit antwoord kan komen in de vorm van woorden, kleuren, symbolen of iets anders. Ook als je de boodschap niet goed begrijpt of nog niet waarneemt, vertrouw er dan op dat het antwoord tot je zal komen. Vanuit de wijsheid die jouw hogere zelf is. En die wijsheid zit in jou. Je hebt hier altijd toegang toe. Want jij en je hogere zelf zijn één, heel en compleet.
En dan sta je weer op. En je kijkt nog even rond naar dit prachtige landschap waar jij je veilig en thuis voelt. Thuis is altijd in jou. Je bent altijd thuis bij jezelf. En dan loop je weer naar de poort waar je net doorheen gekomen bent. En weet dat deze plek er altijd is. De plek waar jij je thuis voelt, heel bent en compleet. En dan kom je weer terecht in het midden van je hoofd. Je wordt je weer bewust van je hele lichaam. Jij bent heel. Jij bent compleet. En voel hoe je lichaam ligt op de vloer. In deze ruimte. En dan herinner je je jouw intentie, jouw wens, jouw verlangen, waar je deze yoga nidra meditatie mee begon. En adem die wens in door je hart. En uit door je hart. En vertrouw erop dat het zaadje van deze wens zal groeien en bloeien. En jou de weg wijst op jouw levensweg. Adem in door je hart. Adem uit door je hart. En word je weer bewust van je lichaam, van de ruimte waarin jij aanwezig bent. En je mag je wat gaan rekken, wat gaan strekken, je voeten bewegen, je benen, je armen. Helemaal uitrekken als je dat prettig vindt. Je mag weer terugkomen in je dagdagelijks bewustzijn. En als je zover bent, dan open je je ogen. En kom je rustig op jouw tempo weer overeind.